Hé, hey, wacht, wacht. Nee, luister, luister. Hij heeft toch gedrukt. Even planken. Ja. Zit je duik nog vast of kunnen we nog een keer? What up mensen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van For The Win Knockout. We zijn nog steeds in Utrecht, de kartfabriek. En jongens, we gaan weer gamen. Hebben we er zin in? Het is scheet gelaten. Oh, je hebt het scheet gelaten. Dat is altijd. Ja, kom maar naar de andere kant. Wij hebben er hartstikke veel zin in. Snap ik. Hoe gaat het zo? Dit is niet normaal, man. Het staat 2-1. Maar we gaan gewoon zien wat het wordt. Klopt, jullie zijn één stap dichter bij de finale. Ik word zelf gewoon mis. Oh, dit is echt een smerig. Ja, hier kan ik niks mee, jongens. Ik wil best maar ga maar door. Die puffen die je proeft gewoon. Hier moet je eens ruiken. Kom één keer. Nee, ik wil niet. Kom één keer. Kom, ik heb zo lang gewerkt. Ik weet precies hoe hij ruikt. Kom. We gaan een leuke game spelen vandaag. Een van mijn favoriete UFC 3. Oh, ja. Leuk. Ja. Zijn jullie bekend met het spel? Nee. Ik, QC jokt. Nee, nee. Laten we daarmee beginnen. Niet, Q, even niet liegen. Jij kan goed UFC spelen, dat weet ik. Nee. Uit ervaring. Ik heb het wel eens gespeeld, maar misschien ben ik het geleerd. Maar wat ik heel graag wil weten, vertel. Er zit een pregame aan. Ja, is er een pregame? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Die is er. Ja. Zeker. En het is een hele simpele pregame, want we gaan gewoon een quiz doen. Ja. Vraag en antwoord. Kunnen we dat stukje gewoon... Oké, maar het is één vraag. Kunnen we, en ik ga het heel grof maar gewoon zeggen, kunnen we dat stukje gezwel van dit fijne programma gewoon even doen, zodat we kunnen gaan gamen? Heel graag. Dus als jullie stoppen met discussiëren, gaan we gewoon beginnen. Oké, okay. Okay, maar het is één vraag of... Nee, het zijn meerdere vragen, Devano. Oké, is goed. Welk jubileum heeft PlayStation afgelopen december gevierd? Is dat A, brons, B, zilver, C, goud of D, platinum? A, B, C of D? Platinum sowieso niet. Geen tijd? B. 10 seconden toch? B. Hij zegt B. B is het juiste antwoord. Nee, die was mazzel. Ja toch! Was het een gok? Ja. Vraag nummer 2. Welke game is niet beschikbaar op PlayStation VR? Is dat A, Tetris, B, Astrobot, C, Space Pirate Trainer of D, Death Stranding? QC, jij hebt gedrukt. Antwoord D. Antwoord D is juist. Ja toch! Death Stranding is die andere game toch? Death Stranding. Ja toch! Even scherp zijn hè? Ja, bro, ik ken de antwoorden niet. Wat is de bekendste uitspraak van Kratos in de meest recente God of War? Is dat A, hier, B, girl, C, boy of D, mama? Nou, wij gaan gewoon gokken. Ah, ik weet het niet, hè. Ik weet niet of wij... ik weet niet of wij gaan gokken. Ik weet dat niet zo zeker. Nou, ik vind het van een game. Wat denk je? Hier! Ik denk, ik ga voor hier. Oh, hier of A? Ja, ja, natuurlijk weet ik die. C. Oké, okay, ik zou toch fout hebben. Dus ja. C. Boy, boy is het juiste antwoord. Ja. Ja, ik zou toch fout hebben. Ik zou toch fout hebben. Ja, prima. Tuurlijk. Gast, hij gaat, zegt toch geen heer? Hij zegt toch geen girl of mama? Dit is toch ook heel logisch? Ik ken Hoezo heel... is dit logisch? Hij is een grote kale god. Bro, ik ken het niet. Als JJ en QC deze goed hebben, dat betekent dat ze dan hebben gewonnen. Dus jongens, ja, wees scherp. En jullie, doe iets. Ja toch? Lekker. Goed, vraag nummer 4. Hoe heet de CEO van PlayStation? Is dat Jim Ryan, Jimmy Hoffa, C, Jimmy Woo of Jimmy Cho? Nou, ik kan je vertellen. A. Jullie zeggen A? Ja. Ja. Jim Ryan is het juiste antwoord. Okay. Juiste antwoord. Dat betekent dat het momenteel 2-1 staat, toch? 2-1. 3-1, sorry. Ja. Hallo, jezus. Jimmy Woo, Jimmy. Hij staat momenteel 3-1. Ja. Wat is dit? Nee, ja, ik vind gewoon dat je goed bezig bent. Jongens, we gaan door naar vraag nummer 5. Strijden voor de. Even centraal. Vraag nummer 5. Hoe heet de vriendin van Crash Bandicoot? Is dat A, Neo Cortex, B, Tauna, C, Quinty of D, Nikki? Ik weet het Neo niet. Cortex, dus ik denk... Ik dacht juist die, nee? Nee, dat is die bom. Dat is die slechte. Oké, okay, Tauna, Quinty, Nikki. Ik denk B, ik weet niet waarom. Ik weet het eigenlijk niet. B? Ik moet het weten. We gaan gewoon voor B. B, het is een B. Spel. Ja. Dat is juist. Wow! Tauna, het klopt. Het begint nu wel een beetje spannend te worden, jongens. 3-2. Ja, het is gekke werk. Het kan nog alle kanten op. We gaan door naar vraag nummer 6. Welke voetballer heeft de hoogste FUT rating in FIFA 20, ja, inclusief special cards? Okay. Ja. Is dat A, Andy van der Meijden, B, Frenkie de Jong, C, Steven Berger? Hé, hey, wacht, wacht, nee, luister, luister. Hij heeft al gedrukt, dus hij mag D ook niet zien. Laat hem maar bepalen. Daar heb je gelijk in. Doe maar. Nee. Frenkie de Jong, dat is juist. Oh! Oh, ik dacht even dat
had er nog eentje. Nee, ja, ik zag 3 Nederlanders. Maar, de vraag was ook niet afgemaakt, hè, mensen. Dat is wel een dingetje. Dat is wel een dingetje. Ik zie ze al kijken, van de vraag was niet af, bro. We mochten gewoon drukken. Er mag gewoon gedrukt worden. Maar dat kan niet, maar dat kan toch. Veel te veel heb ik mijn zeggen gedaan. Nee, wacht, laat me even iets zeggen. Nee, nog niet wil zeggen. Ja, jongens, raad maar. Raden we het goed? Nee, maar dan is het toch... Maar wat kunnen wij dan doen? Wij staan daar 3 namen. Wat moeten wij doen? Wat moeten wij dan doen, bro? Ja, wij moesten een groepje maken. Ja, ik weet niet, man. Wij zijn de vraag was niet af, bro. De vraag was niet af. Wij zijn de vraag was niet eens af, bro. Wij zijn hier vol voor de winst. Ja, maar dat kan toch niet? Met een beetje risico. Kan niet. Dat kan niet, pa. Dankjewel. Ik krijg in mijn oortje te horen dat het... Var! Maar dat kan toch niet? Dus gefeliciteerd met de pregame. Ze hebben nog niet gewonnen, hè? Ze hebben de pregame gewonnen. Ja. Maar... Bij de vorige dan pregame. Dan komt nu. Wat hebben ze gewonnen en wat hebben jullie verloren? Nou, jullie mogen bepalen wie van de twee gaat spelen. Oh! Dat is het. Nee. Oh, wow. Wij mogen niet bepalen wie er voor ons twee speelt. Jawel. Oké. Die mogen, ja, tuurlijk. Ja, zeker. Mag ik alsjeblieft weten nou, voor ons speelt QC. Dat snap ik. En tegen wie zou je willen het opnemen, QC? Ik zeg Divano. Prima, gaan we Want Keizer heeft altijd die lak dat hij alles wint in het leven. Klopt. Hij gaat denk ik ook de loterij ooit winnen. Ja. Kijk, ik zat te twijfelen tussen Divano en Keizer. Ja. Ik weet gewoon dat Keizer heeft iets over zich heen dat hij op een of andere manier altijd weer wint. Ja, je zag ook hoe ze keken, want Defano deed zo, ja, kies mij maar. En dan hij niet, weet je. Dus je zag het. Het was een act. Het was inderdaad een tactiekje dat ik een beetje door liet schemeren van kies mij. In de hoop dat ze hem zouden kiezen, want hij is toch wel, denk ik, iets beter. Maar ja, aan het einde van de dag lag het denk ik ook wel best dicht bij elkaar tussen ons twee. Dus het staat niet zoveel uitgemaakt. Heren. UFC 3. Ik zie dat jullie al hebben gekozen met wie jullie willen vechten. Het wordt Alexander Gustafsson tegen Anthony Johnson. Het wordt best out of 3. Dus als je het eerste hebt gewonnen, heb je niet gelijk gewonnen. Dan moet je nog. Tweede gewonnen wel. Ja. Snapte? Ja. Here we go. Gaan er mensen knock-out? Dit vind ik mooi. Wat gaat er gebeuren? Gaan we kijken wat er fighters, are you ready? Je tikt niet even aan van, joh. Oké. Hier, mannen die dit spelen weten dat. Oeh. Een leuke kick. Oh, fake. Oh. Hij fake hem even. Oh. Goed, hou je dit goed. Oeh. Ja. Oké. Okay. Rust. Lekker, rust. Oeh, ellebogen. Even rust. Oh. Ja, lekker. Rust. Oké, okay, kijken. Ik weet dat kijken. Let op je dinges, je stamina. Ja, je is nog een beetje aan het aftasten, aan het faken, aan het kijken. Ja, ik maak je moe, hè? Ja. Ja, gelijk. Door. En rust. Nee! Rust. Trap naar het lichaam. Ja, doe maar. Lekker, doe maar. Oh. Rust. Een hele mooie elf. Rust. Blok. Hey. Blokken. Ah, veel pijn, man. Wegwezen. Doe maar. Oké, rust. Weer een trap naar het lichaam. Houden. Lekker bezig. Je merkt wel... Ja. Doe maar. Lekker. Oh. Rust. De ellebogen. Ja. Lekker. Je hebt betere strijk. Rust. Doe maar. Oké, rust. Nou, we zijn al op de helft, 2 minuten 30. Lekker. Lekker! Kom wel met een paar combinaties hoor. Rust. We gaan ook. QC is heel erg gefocust op de elleboog. Hij weet dat hij één keer raakt. Doe maar. Lekker. Doe maar. Rust. Oké, nu een mooie trap van beide vechters. Fuck, mijn duim zit vast! Nee! Mijn duim zit vast? Ja. Rust. Ja, wat doet deze man? Mijn duim zit vast. Hoe ga je duim? Vrie jouw duim, bro. Hij doet het. Lekker. Dat is het enige wat hij doet. Okay. QC is heel erg met de ellebogen. Is dat jouw speciale tactiek, QC? Doe maar, gezicht! Nee, rust! Houden, blok. Weg, wegwezen. Uit die hoek. Ga weg daar. Ja, hoe ga ik weg, die? Lopen gewoon. Goeie combinatie. Ja, doe maar. Bam! Oh. Door. Ja. Die is goed. Die is... Slag! Q, go! Druk dat ding.
Ga naar de andere positie. Q. Andere positie. Juist, boven. Hey, jongen, R naar boven. Lekker, top mount. Lekker, R naar boven. Kijk daar. Get up, hè. Half guard. Oké, lekker. Gewoon dit doen, gewoon dit doen. Goed. Ja, ik wou even kijken. Ground and pound. Links, druk naar links, links. Dan ga je naar backside. Oeh, dit is gevaarlijk, Vasthouden. En erin. Ja? Eerste ronde, deze is wel voor jou. Eerste ronde is voorbij. Deze is wel voor jou, man. We gaan gelijk door naar de tweede ronde. Lastig, dit. Nee, gaat lekker. Het gaat tot nu toe best wel gelijk op. QC is iets rustiger. Maar de Fana komt wel met een paar goede stoten. Lekker. 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 En rust. Je bent moe. Okay. Ja. Zodra je in die trap komt niet aan. Afstandsmanagement. Lekker. Tat. Niet vergeten. Rust. Wegwezen. Hele mooi. Slapen. Hij is aan het snurken daar zo, hoor. Die is moe, hoor. Even planken. Ja. Zit je duik nog vast of kunnen we nog een keer? Goed. Zo, kijk je op zijn achterhoofd. De eerste is voor QC, dat betekent dat het 1-0 staat. Het kan nog, hè? Bij klitsen. Hey. Het kan nog. Ja, hij is lastig, man. Oké, goed, we kunnen. Ronde 2, jongens. Oei. Als Defano nu wint, staat het gelijk. En dan gaan we door naar de finale. Bam, low kick. Bam. Oh, lekker, die low kicks zijn lekker. Beneden heeft hij niks. Hij weet niet hoe hij beneden moet verdedigen. Is dat zo? Dus hij komt met een hele mooie combinatie. Weer het elleboogwerk. Het elleboogwerk. Tranquilo, broertje. Die moet je pas gooien, op het moment dat je dit klaar bent. Nee. Oh! Lekker. Goeie trap naar het lichaam. Wow! Goeie broertje. Luister dan. Beide. Ja, dat is het. Dat is geen tekken, hè? Dichtbij. Oh! Ja, als daar iets raakt, was dan. Beide. Beide. Ons de beurt. Ja, zie je? Van martial arts zit als nou, De Fano komt elke keer met een mooie oude links-rechts directe. Hij maakt goed gebruik van de jab. Staan we aan de slag. Ja. Ja, ga dan. Shit, man. Doe. Je pijn. Kijk, hey, doe rustig. Ga weg. Hij is waar maak je die afstand? Nee, maar omdat hij gaat dekken. Kijk, we gaan eerst zijn lichaam afstand. Kijk, hoppa. Oh, maar je buik doet zo'n pijn. Kijk. Oh, wat heeft hij last dit aan? Dat is normaal, man. Oh, wat doet het pijn. Kijk, we spelen met hem, man. Kom. Hij is weg uit dat hek dan. Je loopt maar bij dat hek dan. Kill, loop weg van daar! Ja, dit niet! Tuurlijk wel! Doe rustig! Oh! We laten hier weer opstaan, kom. Dat is echt man. Hop! Oh, dat doet wel pijn. Nee, maar dat doe je toch niet? Ze staan niet naar zo laag, man. Kijk. Zeker, heb je pijn. Gaat De Fano weer knock-out, dat is de grap. Gaan we trap naar voren doen? Hoppa! Hij eet wel, hoor. Eet mijn voet, zegt hij. Gaat QC voor de knock-out? Bro, het lukt niet, kill! Oké. Gaat hij voor de knock-out? Ja, gewoon rondjes draaien. Wordt zo lelijk. Gaan we hem nog afmaken, eerst de ronde? Oh! Q. Wat een rang neer! Dit was gewoon niet te fixen, man. Hij is echt niet goed, man. Ja, bro, ik ben ook echt niet goed. Hij is echt niet goed. Oh, je ziet van pijn. Ja, dit is echt niet goed. Dus jij kan het wel? Dit is echt niet goed. Ja, maar jij kan dit dus wel?
Ik kan het een beetje, ja. Oh, Nes. Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd, want dit is wel een mooi moment. Dit betekent namelijk dat jullie gewoon weer echt helemaal terug zijn. En hoezo zijn we terug dan van start, hè? Omdat het een mooie start. 2-2 staat. Het staat 2-2. Dat betekent dat nog iedereen kans maakt op we een plek in de finale. We zouden er toch niet 3 achter elkaar winnen, hè? Nee, dat zou toch niet gebeuren. Keizer zijn odds niet. Nee. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Dat was zeg maar, de eerste ronde vond ik gewoon goed gaan. Ja, ja, ja. En dan bij die tweede ronde is er iets gebeurd. Stamina. De stamina. Ja. Maar ja, daarom moeten wij laten zien dat wij die stamina wel hebben. En het nu in de final round aanpakken. Ja, dit moet gebeuren. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet goed voor ze is geweest om gelijk 2-0 laten voor te staan. Nee, dat dacht ik niet. Dat heeft niet goed gewerkt. Nee, dat want, heeft ze een beetje over... Ja, dat heeft ze, ja. Overconfident gemaakt. Ja. Heren, jullie zijn helemaal terug in de game. Nou, ik wil eerder zeggen dat we nooit echt weg zijn geweest. Ja, ja, spannend, hè? Dat is wat we willen, hè? Spanning. Dus ja. Ja, het is wel spannend. Dat is wat we willen. Stel je voor dat we alle 3 gelijk hadden gewonnen. Ja. Wat moet je dan? Ja. Jullie vinden nog wel dat jullie de naam kampioen mogen blijven dragen? Zolang deze finale nog niet is gespeeld, zijn wij de huidige kampioenessen. Ik merk wel dat de energie een klein beetje minder is geworden bij jullie. Jullie waren in het begin heel erg, hè? Nee, maar ja, als je verliest, hoe moet ik staan? Ja, nou, ik... Weet je, dus het is natuurlijk een beetje anders. Maar ik ben er nog steeds hartstikke cool onder. We hebben nog steeds heel veel plezier. Mm. Net helaas verloren. Lieve mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Het is en blijft ongelooflijk spannend bij For The Win Knockout. Er staat momenteel 2-2. Het kan nog alle kanten op. Ik wens ook beide teams ontzettend veel succes in de volgende aflevering. Want dat is wel eigenlijk een van de belangrijkste afleveringen. Oké, okay, even allemaal zwaaien. Doei, doei! Ze zien me gewoon echt niet. Maar ik dacht, ik zeg er gewoon niks over. Misschien voelt hij het zelf wel aan van, hey. PlayStation.